Pagina 110 kunnen we in één les zien, omdat we daar drie verschillende items aan bod komen. En in dit eerste item leert de leerling voor de eerste maal een nieuw maatcijfer in 6-8 kennen. Tot nu toe heeft de leerling aan 2, 4, 3, 4 en 4, 4 geleerd. Maar hij snapt het verschil nog niet met 6-8. Dus als je vraagt wat is het verschil, gaan de meesten daar niet kunnen op antwoorden. Dus je kan bijvoorbeeld een metronoom laten tikken in achtste. Je kan metrumloos tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan kan je niet laten horen dat het verschil is in 3, 4. Maar je kan ook zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6. De meeste leerlingen gaan dat verschil wel horen, maar die gaan dat nog niet kunnen plaatsen. Dus ik kan je uitleggen dat in 3, 4, dat we drie tijden hebben. En elke tijd heeft twee achtste, want we lazen dan ook 1 en 2 en 3 en. Zo krijgen we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus als het traag gaat, tellen we tot 6 en leggen we een klein accent op 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als dat dan sneller gaat, is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan hebben we eigenlijk twee tijden die onderverdeeld zijn in 3 achtste. Dat heeft als gevolg dat we deze ritmes enkel nog gaan tegenkomen in dit boek. Dus de leerling gaat eerst de tijden aanduiden in 3 achtste. Dat kan je zien zoals hier op deze bladzijde. Zo wordt dat dan aangeduid. Zo. Later kan het gewoon een streep per halve maat. Dan gaat de leerling het ritme lezen. Pam, 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 pa, ha, ham, pa, ham, pam, pam, pa, ham. Of pam, 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 pa, ha, ham, pa, ham, pam, pam, pa, ham. Beide moeten kunnen. Tot hier houden we het in 6-8. En dan ga je ook herhalingen doen van het notenlezen. Deze noten in de lage solpositie in de linkerhand hebben we op deze bladzijde al gezien. Dus nu zou de leerling niet alleen de noten moeten kunnen lezen, maar ook moeten kunnen spelen terwijl dat hij leest. En vooraf of achteraf mag die leerling ook thuis het G-akkoord omcirkelen. Van het moment dat je twee noten hebt die de noten van het G-akkoord bevatten, moet je er een cirkeltje rond zetten. Nu, dat is heel makkelijk te herkennen door de noten die door de lijn gaan. Dus het is heel belangrijk dat de leerling heel snel het G-akkoord daar kan uitdestilleren. En dan ten derde, zeker niet vergeten om elke les akkoorden te herhalen. Sommige leerlingen vinden dat wel niet meer zo leuk, maar het is echt heel belangrijk om verder in het boek goed mee te kunnen. Het volgende repertoriumstukje is dus geschreven in 6-8. Eerst ga je vragen wat er opvalt in de partituur en dat zou deze solsleutel moeten zijn. Dus je laat dit door de rechterhand spelen, want dit notenbeeld kent de leerling al zeer lang. Dan speelt de leerling dus dit. En dan ga je dat vervolgens laten spelen door de linkerhand. Dan ga je vragen om de letters aan te duiden van deze akkoorden. En vervolgens ga je vragen dat de leerling de tijden aanduidt per halve maat. En kan je de leerling het ritme laten lezen? Pa, ham, pam, pa, ha, ham. Of pa, ham, pam, pa, ha, ham. Dat kan beide. Vervolgens gaat de leerling de rechterhand gaan spelen en we beperken ons dan tot de eerste regel. Als de leerling de rechterhand kan lezen, hij kan spelen in een juist ritme, dan ga je de linkerhand gaan toevoegen in grepen. Pa, ham, pam, pa, ha, ham. Pa, ham, pam, pa, ha, ham. Enzovoort. En daarna pas ga je de leerling de handen samen gaan spelen zoals het genoteerd is. Bij de meeste leerlingen lukt dat slot, bij sommige leerlingen ga je nog wat pauzeknop moeten doen. Als dat in de les gaat, kan je de leerling dit thuis zelfstandig laten oefenen. Als de week daarna dit lesje vlot gespeeld kan worden, dan kan je ook vragen of de leerling er een walsje kan van maken. Ook hier kan het zijn dat je de eerste maat extra veel moet herhalen. De rechterhand blijft legato. Hier moet je wel opheffen, want dat is een herhaalde noot. De rechterhand is legato. Dus in eerste instantie zou ik het zeker met de pauzeknop laten doen en ook de eerste regel redelijk veel herhalen en vervolgens gaat dat wel lukken voor de rest van dat werkje. Als de week daarna de leerling dat goed kan spelen in deze vorm of in de walsvorm, dan kan je ook beginnen werken aan de balans. Dus linkerhand stiller zou nu ook al vlot moeten gaan en kan je de zinseinde laten neerleggen. Sommige leerlingen horen het graag met pedaal en anderen niet. Ook hier moet de leerling zeker de akkoorden gaan omkeren. Het volgende nummer laat ik meestal zelfstandig ontcijferen, omdat dat een herhaling is, kwestie punctuatie, staccato, legato en rusten, ook van dynamiek en interpretatie. Laat de leerling zeker per regel werken.
Voor de leerling waaruit je op voorhand weet dat dat moeilijk gaat zijn, kan je natuurlijk nog de nodige assistentie geven. Hier krijgen we voor de eerste maal sinds pagina 96 een herhaling van de noten in de rechterhand. Dus sommige leerlingen zijn het al terug een beetje vergeten. Dus dan kan het zijn dat je terug even pagina 96 moet herhalen. Bij anderen laat je nu ook de noten spelen terwijl dat ze lezen en ook het G-akkoord laten aanduiden. Ook hier zijn dat de noten door de lijn. De volgende oefening laat een leerling inzicht krijgen in een partituur. Dus lezen zonder te spelen. En dat wil zeggen, ze moeten de tijden aanduiden. Het ritme kunnen lezen, wel wijzende op de tijden. Pa, ham, pam, pa, ham, pam, enzovoort. Of pa, ham, pam, pa, ham, pam. Ik laat ze altijd beide doen. Vervolgens moet de leerling ook leren zien in een gebroken vorm welke akkoorden dat er in een maat zijn. Dus elke maat heeft een ander akkoord. Dus je laat ze eerst de tertsen opzoeken. Dat zijn twee tertsen, dus dan weet je al dat dit het G-akkoord is. Maar soms kan je ook een kwart ontdekken. En dan weet je, de bovenste noot van de kwart is het akkoord fa. En dan heb je nog altijd een soort van proef om te zien dat het juist is. Als je dan twee terts hebt, dan zie je dat dat het F-akkoord is. Hier is de bovenste noot van de kwart een la. Dus dan kan je zeggen dat is het A of het AM-akkoord. Maar vermis dat je hier een kruis hebt, is dat dus het A-akkoord. Dan, de volgende bladzijde is ook een herhaling op het ritme in 6-8. Maar vermis dat hier heel veel rusten zijn en lange noten, wordt er meer geteld dan gespeeld en dat maakt het stuk eigenlijk moeilijk. Dus in eerste instantie ga je door beide handen te bekijken zien welke akkoorden dat deze maat bevat. Zowel linkerhand als rechterhand. Samen vormen één akkoord. Vervolgens ga je de tijden gaan laten aanduiden in 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omdat de leerling hier gaat moeten leren tellen terwijl hij speelt. En dat is voor veel leerlingen niet evident dat ze hier ineens tot 6 moeten tellen. Dus de leerling telt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soms kan je nog pauzeknop doen. Of soms kan je ook nog pijltjes aanduiden dat de leerling weet waar net de akkoorden op de hand moet opheffen. Je kan er ook op wijzen, vooraleer dat de leerling handen samen doet, dat de linkerhand enkel nog maar sol en mi speelt. Dus dat maakt het wel gemakkelijker. Ik zou ook hier wel per regel werken. Zeker voor de eerste regel, de volgende, dat kan misschien vlotter gaan. Maar het systeem en het stuk moet gekraakt worden en dan kan je best door de eerste regel veel te herhalen.